Kasteel Hernen. In het zuiden van Gelderland ligt een bijzonder kasteel. Het kasteel is sinds de 17e eeuw niet meer bewoond, is nooit belegerd geweest en heeft dus de tand destijds doorstaan. Je krijgt een goede indruk van hoe een middeleeuws kasteel eruit zag. Het kasteel Hernen ligt in het dorp Hernen. Het is waarschijnlijk rond 1350 ontstaan. Allard van Driel gaf toen de opdracht om een vierkante donjon te bouwen. Een donjon is een versterkte woontoren. Later werd tegen de donjon een muur gebouwd van 2,5 meter dik, zodat er een rechthoekige binnenplaats ontstond. Bovenop de muren waren open gangen met werp- en schietgaten. De treden van de trappen hebben verschillende hoogtes. Samen met de draaiing van de trappen was dit zeer onvoordelig voor de aanvallers. Vanuit de hoektoren kan je de buitenzijde van de muren zien. Dat is strategisch natuurlijk geniaal. Misschien door deze innovatieve bouwkundige vondsten heeft men het kasteel nooit belegerd. De familie van Weijen bewoonde het kasteel tussen 1406 en 1646. In deze periode hebben zij het kasteel Hernen verbouwd tot hoe het er nu uitziet. De dikke buitenmuren werden overdekt, wat zeer bijzonder was en is, waardoor de vier vleugels van het kasteel zijn ontstaan. De vroegere binnenplaats werd steeds meer bebouwd. Er is ook een gevangenis. Deze is rond en heeft een bijzondere echo. Niet echt prettig voor de gevangenen. Boven de ingangspoort staat de wapensteen van het echtpaar Van Weijen van Engeren uit 1555. Dat markeert de voltooiing van het bouwproces. Deze eigenaren verbleven er relatief kort. Het werd niet altijd hun hoofdverblijf. Het kasteel hield haar 16e eeuwse karakter, ondanks kleine wijzigingen, zoals de vergrotingen van de ramen na 1682. De woontoren, de basis van het kasteel, stortte rond 1850 in en is daarna niet meer herbouwd. In 1883 werd het kasteel gekocht door de familie Den Tex. Zij schonken het kasteel in 1940 aan Stichting Gelderse Kastelen. Het kasteel werd kaal, zonder meubels opgeleverd. Echter de vloeren dateren nog uit de 16e of 17e eeuw. Gelderse Kastelen renoveerde het kasteel. Dat was in 1957 af. Vanwege het middeleeuwse karakter is hier de populaire televisieserie Floris opgenomen, met Rutger Hauer in de hoofdrol. De eerste serie kwam in 1969 op tv. Omdat het kasteel haar middeleeuwse karakter behield, zijn de deuren lager dan nu. De mensen in de middeleeuwen waren nog niet zo lang. Pas op voor je...